Goedemiddag guys, het is vandaag zaterdag, zondag, ik weet niet meer. Ik kom net van de kruidvat. Ik heb namelijk, oh en van de Douglas by the way. Ik heb de L'Oreal mascara gehaald waar iedereen zo hyped over is, die Paradise. En bij de kruidvat is het 1+1 gratis. En ik heb een nieuwe Embryolisse, whatever crème gehaald. Een grote, want die van mij is klein. En ik ga nu naar binnen. Ook, laat even zien wat ik aan heb. Ik heb aan een trui van de Zara. Een jumpsuit. Mijn Isabels en mijn Gucci tas. En ik ga nu gewoon weer lekker naar binnen. En ik ga vanavond naar de film. Gezellig! Ja. Guys, ik ga zo stuk. Dus ik kom binnen en... ik ga jullie even laten zien wat mijn stiefvader aan het kijken was op YouTube. Jullie gaan stuk. Hij is aan het facetimen met mijn moeder en hij zit aan het kijken. Hij is gewoon naar Masha aan het kijken. Dat ze haar gaat knippen. Dit is toch te grappig voor woorden. Ik was dus net bij de Douglas om mijn dagcreme op te halen. En toen zag ik... Als je mij kent, weet je dat ik echt van IOS hou. Puur omdat ze mijn lippen altijd zo zacht maken. En als je mijn make-up tutorial hebt gezien, dan ik smeer altijd mijn lippen in met IOS. Voordat ik überhaupt iets van een ander lipproduct erop smeer. Maar nu hebben ze dus twee lipbalsems met een shimmery finish gelanceerd. En ze hebben eentje pink en de ander is pearl. Ik heb ze beide opgehad. En dit is echt fave in life, people. Ik ga jullie even laten zien hoe mooi dat staat op mijn lippen. En ik hou sowieso heel erg van een dewy look. Dus dit komt echt als gelegen. Je krijgt echt zo'n hele mooie shimmery finish. Ik ga hem even opdoen, dan kunnen jullie het zien. Kijk, ik heb de pink heb ik opengedraaid. Kijk, ik heb nu niks op mijn lippen. En kijk, ik heb nu sowieso heel weinig make-up op. Maar kijk. Kijk het verschil, ook met kleur. En het is zo zacht. Oh my god, jullie gaan het effect van hoe zacht je lippen zijn echt niet begrijpen totdat je hem zelf opdoet. Het is echt heel mooi en de kleur blijft. En IOS producten zijn allemaal heel natuurlijk. Dus dat is echt heel fijn, want je hydrateert je lippen niet alleen, maar je geeft ze ook zo'n mooie shimmery finish. Kijk die shimmers, people. Besef dit even. Kijk hoe mooi natuurlijk het eruit ziet. En het voelt ook echt heel zijdezacht aan. En dit is dan als ik het erg haal. En dit is met dat erop. Ik ga nu even de pearl voor jullie opdoen, want dan kunnen jullie een beetje het verschil zien. En wat ik zo tof vind is dat, ook al is het een beetje roze, het laat je tanden er niet geel uitzien. En je lippen zijn zo fucking zacht, people. En dit is de pearl. Hij glijdt zo makkelijk, want er zit ook jojoba olie in. En vitamine E. En oh, het geeft echt een hele mooie shimmery finish. Ik ben hier echt ontzettend blij mee. Kijk. Effortlessly chic gewoon. Guys, ik heb weer kleingeld. Dus jullie weten hoe laat het is. Maar mensen, ik was dus thuis. En ik had opeens gruwelijke honger. En Ridda heeft ook nog niet gegeten. Dus ik heb even de auto van mijn moeder gepakt. En ik rijd nu lekker naar Grillig toe. Kajigal is hungry. Dus ik ga even wat eten met Ridda heel snel. En daarna ga ik vanavond naar de film. Guys, ik ben met Ridda. Wij gaan nu naar Grillig toe. Ik heb echt fucking lang niet bij Grillig gegeten. Ik heb trouwens mijn roze pasteltrui van H&M aan. Brook River Island. En ik heb mijn nieuwe fans aan. En ze lopen echt lekker. Het verschil tussen deze en die andere? Groot. Ja, dat is het. Nee, maar echt een groot verschil. Ik vind die lagen veel fijner. En ook die hoge zool is zo chill. Yes. En ik heb ook niet het idee. Kom, kom. Living on the edge erin. We gingen door rood lopen. Stuk. Okay. Dit is echt mijn fave drankje na cream soda. Dit is echt het drankje wat je in Marokko altijd drinkt. En hij heeft Red Bull. I don't understand. Ik ga weer mijn broodje lemon shrimp eten en frietjes eten. En Ridda heeft hetzelfde broodje, maar dan met chili saus. Ik heb net gegeten, guys. Ik moet zo nodig naar het toilet. Excuseer hoor. Deze fans, die lagen met die hoge zool, lopen echt heel lekker. Ik maak echt geen grapjes. Ik heb Ridda net thuis afgezet. Ik ben nu zelf bijna thuis. Ik moet mijn batterij even laden en mijn andere batterij erin doen. En dan ga ik me even klaarmaken, want dan ga ik naar de bios. Vandaag echt niks interessants gedaan. Ik heb net mijn haar gesteld, want ik ga vanavond naar de film met Melissa Arabia. En ik ben nu
Mean Girls aan het kijken. Guys, ik heb me net even klaargemaakt. Ik heb een... Ik laat straks wel in de bios in het toilet zien wat ik aan heb. Rabia en Melissa die zijn er. En ik ga nu de auto instappen bij hun. En dan gaan we naar de film. Kijk, we zitten nu bij de film. En er was net iets grappigs gebeurd. Maar dan ga ik het jullie even vertellen. We zijn gelukkig op tijd. En ik heb mijn... Cola flespapier weer. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is 9:15 ochtends. Ik heb om 9:00 mijn laserafspraak. Maar ik ben zo kapot. Maar ik denk dat het echt maar handig is dat ik ga en niet ga afzeggen. Ik ga denk ik slippers aandoen. Want dat kleed ook het makkelijkst uit. De taxi is er met 2 minuten. Ik heb gewoon een rode hoodie aan. Een Reindersbroek en mijn Fenty Kipoma slippers. Ik krijg trouwens nog steeds best wel vaak de vraag waar ik laser. En ik laser trouwens in Rotterdam. Bij Lara's laserkliniek. En voordat ik überhaupt een keuze had gemaakt over waar ik wou lezen, heb ik zoveel recensies gelezen. En ik heb jullie commentaar onder mijn video vlog heb ik ook gelezen. Waar ik het zeg maar had over mijn ervaring met lezen met betrekking tot mijn oude laserkliniek. En iedereen raadde Lara aan, massaal. Dus ik dacht, oké. Dan ga ik daar maar even proberen. Dus dat heb ik gedaan. En mijn taxi die is er. En ik ben echt kapot moe. Ik ben zo moe. Dat was echt de kortste rit van mijn leven. Ik moest namelijk bij Mariniers weg zijn. En... Dit is... Ze zit op Mariniers. En zo stik ik op mezelf. Ik moet echt lachen. Goedemorgen. Oh my god, ik ben zo moe. Kijk eens, Cindy. Hey. En Eileen. We zijn er voorbij. Oh my god, ik ga steken. Het is zo vroeg. Oh my god. Dit is echt leuk. Alsjeblieft. Nee, water. A beat on the beat. Zo lekker als je net hebt gelaserd. Mijn opknapper zit er weer op. Ik heb mijn oksels, mijn navelstreep en mijn bikinilijn groot gedaan. En het zijn ook echt heel toffe mensen. Echt, als ik vragen heb, leg ze uit in plaats van me af te katten. Ik vind dat zoveel fijner. Dat werkt voor mij gewoon beter. Maar volgens mij hebben ze meerdere filialen. Maar in Rotterdam zitten ze op de Mariniersweg. Dus mocht jullie interesse hebben... Check it out. Heb een intake. Is echt dope. Ik geniet ze liggen tegen jullie. Guys, ik heb weer even gelegen. En ik ga nu even wat eten bij Arzu. Ik heb me even omgekleed. Ik heb mijn eyebrow trui aan. Mijn broek die is van label 153. En mijn Fenty Puma slippers. Ik heb zo'n pijn aan mijn benen en kuiten. Guys, ik ben nu bij Arzu. Ik ga lekker pancakes eten. En als je in Rotterdam woont en je zoekt nog echt een leuke ontbijt lunchplekje, dan is dit echt een aanrader. Ik heb pancakes besteld en ik heb ook een broodje ei besteld, want daar heb ik ook zin in. Guys, ik ben gewoon vergeten het eten te filmen. Dit is toch echt erg en nu is het al praktisch op. Maar ik zit zo ontiegelijk vol. Wat er gebeurd was in de bios, want echt raar genoeg heb ik altijd issues als ik naar de bios ga. Maar het was dus die meneer die daar werkt, die vroeg een legitimatie aan Rabia en Melissa omdat we naar Annabelle gingen en dat is een horrorfilm. En ik vond dat, het is normaal dat hij legitimatie vraagt als hij, maar ik vind dan moet je iedereen legitimatie gaan vragen en niet gaan kiezen wie jij legitimatie gaat vragen. Nou snap ik dat een man met grijs haar en een oude vrouw dat je daar legitimatie niet gaat vragen. Maar er was letterlijk een groep achter ons die echt... jonger leken dan de meiden met wie ik was. En daar vroeg hij geen legitimatie aan. En dat vond ik gewoon niet eerlijk. Dus ik moest mijn grote mond weer opentrekken. Ik zeg, ja, maar waarom vraag je hun dan geen legitimatie? Zegt hij, ja, ik beslis dat. Ja, dat werkt niet zo goed voor mij. Ik beslis dat.
Dus toen zei ik, ja, maar dat werkt toch niet zo? Ik zei, als je hun vraagt, zou je hun ook moeten vragen. Want die lijken ook gewoon super jong. Toen zei hij, nee, ik beslis. Ik zei, nee, ik vind dat een beetje... Mensen zullen ervan uit kunnen gaan dat dit etnisch profileren is. Toen zei hij, dus omdat jij allochtoon bent, vraag ik dat aan jou. Ik zeg niet dat dat zo is. Ik zeg dat het wel eens zo over kan komen. Ik zei, ik vind dat als je een bepaalde doelgroep aanspreekt op legitimatie, vraag dan ook mensen die achter ons, die echt letterlijk... Guys, ze leken echt 14 of zo. Maar ik neem aan dat ze gewoon op leeftijd waren. Vraag hun dan ook om legitimatie. Doe niet zo oneerlijk. Toen kwam jij heel dichtbij, alsof hij me wou slaan. Want ik zei, kan je een beetje afstand nemen? Ik voel me een beetje geïntimideerd. Ik moest echt lachen. Het ging echt nergens over. Maar ik dacht echt, what the fuck? Ik mag daar toch wat van zeggen? Of ben ik nou gewoon echt aan het mieren neuken? Maar ik heb het idee dat ik daar gewoon wat van mag zeggen. Klaar. Sowieso, ja, weet je wat het is? Ze hadden hun legitimatie ook niet bij zich. Dus we moesten even langer wachten. Totdat hun moeder hun legitimatie op kon sturen per app. Maar ik vond het gewoon helemaal eerlijk. Ik was het er niet mee eens. En ik moest natuurlijk... Selma moet altijd haar grote mond opentrekken. Ik moet een keertje leren mijn mond te houden. In ieder geval, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke vlog hebben gevonden. Vergeet alsjeblieft niet te abonneren op mijn kanaal. Laat een blauw duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie heel graag later weer. Doeg!